naast van de zon. Ik krijg net geen mooi plaatje. Nee. Nee. Die vier takken zitten ervoor. Ja. Ja. Nee, ik heb net geen mooie foto. Nou ja, nou, hier zit weer een duif. Hij niks aan. Ja, ze zeggen, als je de weet dat bij die idee steeds met aardjes gestegen. Ja? Ze zitten op de hoek, daar zitten ze nog ergens. Ja. Op dat stuk. Ja. Ze zit echt helemaal van ja. Soms zitten ze helemaal dicht bij elkaar. Dat is het dus. Ja, inderdaad. Ze is voor nou 32 of zo. Ja? Echt heel veel. Gisteren is 17 of zo. Dus... Oké. Okay. En dan wat voor tijd? Ja, dat is het moeilijk te bepalen. Het was maar bij 1. Iets ervoor. 12 uur. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is een hele weg. Dus ja, je hebt ook alle verplichting, hè? Ja. Ja, ja. Dit is een vaste plek, hè? Ja, dat zijn, weet dat hij had met kameraden. Ja. Hadden soms fotografen met zulke grote mensen, weet je wel, dat doen. Ja. En hij belde me op. En ja, ik ben in Arnhem. Ja. En hij zei, ik ben de windmolen. En hij zei, waar jij dan? Ik zei, ik heb de grote oeroe. Maar sterven ze druk. Ja. De Gelderlanden had op een gegeven moment opgenomen. Dus dat toen werd hartstikke druk. Want ik sprak ook mensen die zeiden, nou, eerst was er niemand. Ze ja, maar toen heb je in Gelderlanden gestaan. En dan kwamen ze met massa's. Dat weet ik niet. Ja, want iemand stuurde mij dat weer door. Ja, waar Gelderlanden? Dus op internet. Ja. Waar op internet. Ja, dat zit aan. Ja. En hij staat ook op...